U srcu Amsterdama posjetili smo dva hotela čije nam je uređenje privuklo pozornost. Isti vlasnici, dvije lokacije i posve drugčiji dizajn. Dok je jednom inspiracija kazalište, drugom je leitmotiv serija filmova o kultnom agentu 007. Nalazimo se u hotelu Veći, je uređenje inspirirano slavnim James Bondom. Hotel je otvoren 2008. godine. Glamur 70. godina odiše cijelim lobijem i sobama. Kako bismo doznali više o samom uređenju, posjetili smo vlasnicu u jednom od hotela. Ik ben in charge van het design van de hotels. Ja, we gebruiken verschillende materialen, ook met contrast. De vloer is bijvoorbeeld van beton. Ook een deel van de vloer is van kurk. De receptie is van rubber. Je ziet het ook terug in de bar, die is weer van warm mahoniehout. Voor de rest hebben we voor de meubels ook echt wel design-icoon uit de jaren 70 neergezet. Dat is de vintage bank die we daar hebben, rondom de open haard. Open haard is trouwens voor ons echt iets wat we in al onze hotels hebben. Omdat we vinden dat dat echt gewoon ook huiselijke gezelligheid geeft, zoals we dat in Amsterdam zeggen. Hotel ima 54 sobe, od čega smo u jedan loft zavirili sami. Pomalo eklektičan spoj i rezultat je kombiniranja pokoje kultnog klasika, kontrastnih materijala i simbole raznih povijesnih razdoblja. Drugi je hotel pak jedna posve drugčija priča. Hier ben ik eigenlijk geïnspireerd door de buurt. Dit is een theaterdistrict van Amsterdam. Dus we hebben eigenlijk geprobeerd op een beetje subtiele manier een ode te brengen aan de buurt. Dus met een subtiele referentie naar het theater. De bar staat in de gordijncoulissen van het theater. We hebben ook een soort theaterstage in het restaurant. We hebben neon art, wat je ook in enkele kamers ziet. Enkele kamers hebben ook nog een kleine podium. Dus het zijn kleine referenties naar het theater. En voor de rest is het echt een mix van vintage, een beetje ruig chic. Een beetje milde hang naar de nostalgie van de jaren 30. En er is ook nog wat inspiratie gehaald uit de film Midnight in Paris van Woody Allen. Ljubitelji kazališta i doze dramatičnosti zasigurno neće pogriješiti odaberu li boravak u ovom hotelu.